Goedemorgen. Goedemorgen. Susanne Bardevliet, bij Therapeut. U mag plaatsnemen. Ja. Heeft u het een beetje makkelijk kunnen vinden? Ja hoor. Ja? Geen moeilijkheden? Nee hoor, dat is ook altijd goed aangegeven. Nou, gelukkig. U bent dus naar de huidtherapeut gekomen voor een huidprobleem. Dan is het gebruikelijk om tijdens het eerste gesprek een anamnesegesprek te voeren. Dat houdt in dat ik u allerlei vragen stel om uw klacht en over uw huidaandoening te verduidelijken. En dan kan ik ook gelijk kijken wat ik voor u kan betekenen. Dat duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. En ik wil verder ook nog aan u vragen of u toestemming geeft voor het filmen van dit gesprek. Ja, super, bedankt. Nou, dan wil ik u dus wat vragen over uw huidaandoeningen. Kunt u me daar wat over vertellen? Ik heb een pigmentvlek op mijn linkerarm. Oké. Graag gecamoufleerd hebben. Oké, u wilt hem dus gecamoufleerd hebben door een huidtherapeut. Ja. Heeft u verder nog last van die pigmentvlekken? Nee, maar geen last meer van. Oké. Komt het in de familie voor dat er snel pigmentvlekken zich vormen? Nou, niet dat ik weet eigenlijk. Oké. Nee. U wil dus de pigmentvlekken gecamoufleerd hebben. Op de gelegenheid waarvoor u dit wil doen, is dit dagelijks of is dit maar voor één bepaalde gelegenheid? Het is voor één bepaalde gelegenheid, voor de bruiloft van mijn zusje. Oké. En vindt die bruiloft dan zich vooral plaats binnen of buiten? Eigenlijk allebei wel, zo binnen en buiten. Oké. Bent u op dit moment voor uw gevoel heel erg gebruind? Nee. Oké. Het is mijn echte huidskleur, zeg maar. Gemiddelde huidskleur, ja. Oké. Ik snap hem. Dan wil ik nu even heel kort alles samenvatten om te kijken of ik u goed begrepen heb. U heeft dus een pigmentvlek op uw arm, die wilt u gecamoufleerd hebben voor een bruiloft, die vooral op één dag dus is, en binnen en buiten. Ja. En ben ik iets vergeten? Nee, dat was ook wel. Oké. Okay. Ja. Heeft u verder nog vragen aan mij? Nee hoor, op dit moment. Ja, alles is duidelijk. Oké, top. Dan mag u heel even zo uw schoenen uitdoen en dan kunt u plaatsnemen op de behandeltafel. Ja. Oké.